In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Nadat onze leermeester, de heilige Alfonsus, ons 9 maal onderwezen heeft reeds over de zuivering van ons hart, wil hij nu overgaan naar een tweede deel van de bespreking van het geestelijk leven. Namelijk de beoefening van de deugden. Dit tweede deel is logisch, want na de zuivering van ons hart, van de doodzonde en van haar gevolgen besproken te hebben, zijn wij nu in staat met Gods genade voortaan het goede te verrichten. En dit met het doel steeds meer en meer op Christus te gaan gelijken. Het heilig hart is namelijk het toonbeeld van alle deugden. De heilige Alfonsus wil ons eerst beleren over de goddelijke deugden, om daarna over te gaan tot de diverse zedelijke deugden. De goddelijke deugden komt namelijk een ereplaats toe. En deze 3 goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde. Vandaag bespreken wij de goddelijke deugd van het geloof. Aldus, wat is het geloof? Onze catechismus leert dat het geloof een bovennatuurlijke deugd is, een blijvende gesteltenis in onze menselijke ziel, door God zelf ingestort bij ons heilig doopsel, samen met de heiligmakende genade. Het geloof zorgt ervoor dat de katholiek zijn leven op de hemel richt en zo verdiensten kan zamelen voor de eeuwigheid. De deugden zijn namelijk de werkkrachten waarmee onze ziel wordt uitgerust om als kind van God te kunnen leven. Zoals vermeld is het geloof de eerste van de 3 goddelijke deugden. Het geloof is niet de waardigste. Dat komt omdat deze deugd van het geloof niet voor altijd zal blijven bestaan. In de hemel zullen wij niet meer geloven. Want geloven betekent iets voor waar houden wat men nog niet kan zien. In de hemel zullen wij God zien, van aangezicht tot aangezicht. Wij zullen niet meer in hem geloven, wij zullen hem zien. Het geloof is weliswaar de eerste van de goddelijke deugden, omdat zij de wortel en de basis vormt van de 2 andere goddelijke deugden. Hoop en liefde. Dat is klaarblijkelijk. Het is namelijk onmogelijk op God te kunnen hopen, op God te kunnen vertrouwen, God van ganser harte te beminnen, als men God niet kent, door de deugd van het geloof. En zo ziet u, mijn dierbaren, hoe belangrijk het is de kinderen naar de catechismusles te sturen. En als volwassenen vanzelfsprekend ons zaligmakend katholiek geloof ook zelf te blijven bestuderen, thuis of in groep. Het geloof is ook de enige goddelijke deugd die men in staat van doodzonde kan bezitten. In staat van doodzonde kunnen wij niet meer op de hemel hopen, omdat men God heeft beledigd. Maar men kan hem wel nog als opperste heer en leraar aanvaarden in het geloof. Geloven, zo zegt onze catechismus verder, is iets voor waarheid aannemen omdat het een betrouwbaar persoon medegedeeld heeft. Is die persoon die u gelooft
een mens? Dan spreken wij over een menselijk geloof. Is die persoon God? Dan spreken wij over een goddelijk geloof. En er is een groot verschil tussen de twee. Door het menselijk geloof kunnen wij enkel maar de dingen geloven die ons verstand niet te boven gaan. Bijvoorbeeld, wij kunnen geloven dat er een continent bestaat dat Afrika heet, ondanks dat we nog nooit persoonlijk geweest zijn. Door het goddelijke geloof, het bovennatuurlijke geloof, kunnen wij onvatbare geloofsgeheimen aan het verstand presenteren. Terwijl het menselijk geloof dus steunt op de feilbare getuigenis van een mens, steunt bij het goddelijke geloof alles op de geloofwaardigheid van God zelf. God die niet kan liegen, niet kan bedriegen, zich niet kan vergissen. Indien wel, dan zou hij niet meer God zijn, want dan zou hij kunnen zondigen of vol zijn van gebreken. Om te geloven dat een gewone mens de waarheid spreekt, volstaat eigenlijk het gezonde boerenverstand. Met ons verstand kunnen we inzien, kan dat waar zijn of niet. Om echter in te zien dat God daadwerkelijk gesproken heeft en we dit alles voor waarheid moeten aannemen, daartoe moet ons een bijzonder licht geschonken worden en helpen. Een goddelijke genade. En dat is namelijk die ingestorte deugd, die geschonken deugd van het geloof in onze ziel. Dat kunnen wij niet zelfstandig ontwikkelen. Het geloof is altijd een geschenk van God. En zonder dit geschenk kunnen wij de geheimen van het geloof wel horen, maar niet aanvaarden. Er bestaan namelijk geleerden die het katholiek geloof heel goed kennen, maar louter professioneel. Ze weten, maar geloven niet. En dat ligt aan het ontbreken van het geschenk van het goddelijke deugd van het geloof. God geeft zijn gaven aan wie en ook hoe en ook wanneer hij wil. God beslist. Zonder deze deugd van het geloof blijft alles louter theorie, letter, maar geen beleefd geloof. In de kindercatechismus wordt graag volgende gelijkenis gemaakt. Als het donker, duister is in een kamer, ziet men niets. Doen we echter de lampen aan, dan worden alle objecten zichtbaar en kunnen wij ook de mooie kleuren bewonderen. Parallel. Zonder geloof lijken de geloofsgeheimen soms vreemd of onvoltrekbaar voor het verstand. Maar met het licht van het bovennatuurlijk geloof zien wij in de katholieke geloofschat dat het niet tegen het verstand is dat te geloven. Wat God ons voorlegt. Ja, dat alle geloofsgeheimen zelfs een wonderbare harmonie vormen. We moeten dat geloven om in de hemel te komen en Gods waarheid te aanschouwen. En tot dan moet onze wil, ons verstand bevelen, neem de waarheid aan en geloof wat u geleerd wordt. En daarom moeten wij vaak bidden, mijn dierbaren, zoals de 100 man van Kafarnaum. Heer, ik geloof. Maar vermeerder mijn geloof, bevestig mijn geloof.
opdat ik niet wankele. De heilige Augustinus zegt, het geloof is doordat het een onderwerping vraagt. Niet de zaak van trotse mensen, maar van nederige mensen. Een andere kerkvader stemt in met de genoemde uitspraak van Sint Augustinus, maar voegt er nog iets aan toe. Het geloof is voor de nederigen van hart, maar daarom niet noodzakelijk voor de dwaze goedgelovigen, zoals de wereld misschien aanneemt. De kerkvader bedoelt dat er wel degelijk gegronde redenen zijn, ook om het geloof aan te nemen, ondanks dat wij ootmoedig alles moeten aanvaarden. Wij kunnen namelijk met ons verstand ons geloof beredeneren, nagaan, bestuderen. Die redenen ook, die deze kerkvader aanhaalt, de heilige Ambrosius, om het geloof te aanvaarden, ondanks dat wij niet alles met zekerheid weten of kunnen zien, zijn als volgt. De eerste reden is dat alles wat wij geloven van eeuwen tevoren is voorspeld door de profeten. En niet enkel voorspeld, maar dat dit alles ook werkelijk is geworden. Haar fijn, juist en correct. Ten tweede blijkt de waarheid van ons heilig katholiek geloof uit de wonderen die de apostelen, maar ook na hen de katholieke missionarissen, verricht hebben. De wonderen gaan de krachten van de natuur te boven en kunnen slechts door God, op wie het geloof zich beroept, voor authenticiteit. Enkel door God kunnen deze geschieden. En wel nu, God kan onmogelijk valse godsdiensten door wondertekenen begunstigen. Wonderen vonden vooral plaats in het beginstadium van de kerk, om hele volkeren tegelijk te bekeren. Ook vandaag vinden er nog wonderen plaats. Er is nog onlangs een boek uitgekomen over de Eucharistische wonderen. Lees de boeken en u zult versteld staan. Jaarlijks vindt overigens ook het wonder van het bloed van de heilige Januarius plaats te Napels. Dit bloed, normaal gestold, wordt op het feest en in de nabijheid van het hoofd van deze martelaar elk jaar vloeibaar. Een derde bewijs voor de waarheid van ons geloof, dat we niet zomaar zonder redenen dus moeten aanvaarden, levert ook de heldenmoed van ontelbare martelaren. En dit is eigenlijk nog een schitterender bewijs dan de wonderen. Gedurende de eerste 300 jaar van het katholicisme werden wij vervolgd door 15 keizers, Romeinse keizers. Geschiedkundige bronnen zeggen dat onder keizer Diocletianus in één maand tijd 17.000 martelaren werden omgebracht. Ze werden op gloeiende roosters geplaatst, met ijzeren haken verscheurd, voor wilde dieren geworpen. En allen bleven zij trouw aan het geloof. Allen. Eerst de apostelen. De apostelen, de eerste ooggetuigen, dan hun leerlingen en alle navolgende generaties. De provincie-gouverneur Tiberianus schreef aan Trajanus dat zeer vele katholieken werden gevangen genomen en slechts een heel beduidende minderheid afviel, zodat men onmogelijk alle katholieken kon blijven doden. Mijn dierbaren, indien het geloof
dat de apostelen gepredikt hebben, onwaar zou zijn, geen redenen tot geloof zouden bezitten, zouden dan al die martelaren die worden op de gruwelijkste wijze om het leven gebracht zijn, hun leven voor het geloof wel gegeven hebben? Voorzeker niet. Nog een laatste gedachte, mijn dierbaren. Belangrijk is op te merken wat ook de heilige Jacobus zegt. Mijn broeders, wat baat het als iemand zegt, ik heb het geloof, maar de werken niet volbrengt? Het antwoord is niets. Of ja, iets, namelijk dat men het zielenheil in gevaar brengt. De heilige Bernardus maant daarom, toon ook door de daad dat gij gelooft. De katholieken moeten niet noodzakelijk te herkennen zijn doordat zij de catechismus in de hand dragen of dikke boeken onder de arm, maar door hun deugdzaamheid. De heilige Bernardus zegt, wie God met de mond beleidt, maar God door zijn daden verloochent, hij wijdt wel zijn tong aan Jezus Christus, maar zijn ziel aan de duivel. Een geloof dat zich niet in werken toont, is dood. En Christus beminnen, vragen we tenslotte vandaag aan onze goede hemelse moeder en de genade van een sterk geloof. Het is de basis voor alles, de basis voor het geestelijk leven waarover de heilige Alfonsus ons wil leren en aanzetten het te beoefenen. En vragen we inderdaad dat sterk geloof aan onze lieve vrouw. En zij werd door de heilige Elisabeth na de verkondiging van de engel Gabriel geprezen om haar geloof. En tevens was Maria die ivoren toren van geloof, die onverwoestbare toren van geloof op stille zaterdag, na het gebeuren op de Calvarieberg, waar werkelijk allen twijfelden aan Christus. Zij niet. En vragen wij daarom haar om een sterk, werkdadig geloof dat een getuigenis mag zijn in ons midden en ook een getuigenis in de huidige geloofscrisis tegenover de wereld. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.